Op zaterdag 10 september vond in het Elns Museum in Beek een taxatiedag plaats. Getiteld Is het kitsch of is het kunst? Tinnen, koperen en bronzen voorwerpen werden door Jan Beekhuizen, bekend van het AVRO-programma Tussen kunst en kitsch, getaxeerd. Tevens geeft hij informatie over de ouderdom en herkomst van de aangeboden voorwerpen. Er werden veel voorwerpen aangeboden. Dit onderdeel is van een granaathuls. 105 mm. Dit is een granaathuls. Ja, dan hebben ze uit dankbaarheid. En daar hebben ze uit dankbaarheid. Ja, daar hebben ze daar dat onderstuk van het kruis gemaakt. Dus het is perfect gedateerd. Het is na 1944 gemaakt. Dus een water aquamenil, dat is een waterschenkerkant. Maar die datum die hierop staat, helaas. Nee, dat vermoed ik niet af. Nee, maar daar, en die dingen zijn waarschijnlijk rond 1900 erg populair geweest. Want ja, vandaar dat ik er bij elke uitzending van Tussen Kunst en Kitsch heb ik er wel één of twee, of soms wel eens drie. Chocoladekan of een koffiekan, gemaakt in de 19e eeuw. Ja. En waarschijnlijk in Luik. Ja. Want in Luik heb je heel veel tinnegieters die gewerkt hebben met zo'n dierenkop. Ja. En altijd met een houten handvat. Dan zou je hier een tinnen handvat aanzetten. Ja. En je doet hier heet water in. Dan verbrand je je vingers. Ja, ja. Want tin geleidt heel goed. Ja, ja. En het leuke is van tin, heeft nog een goede eigenschap. Wat er koud in gaat, blijft er lang koud in. En wat er warm in gaat, blijft er ook lang warm in. Dus het heeft ook een soort thermische werking. En dat is natuurlijk erg leuk. John kan rekening houden met, ja, er zijn wat kleine onvoorkomendjes aan, wat onvoorkomendheden aan. Ongeveer een 175 euro. En hij loopt op de benieuwd af. Nieuw? Nou ja, nieuw. Even kijken wat erachter staat. Dat is marginaal allemaal. Ja, dat is made in Germany. Ja, Germany staat erachterin. Dit is dik 20ste eeuw. Deze klokken zijn gemaakt. Oh, nou hoop ik niet dat de klokkenman zit te kijken dadelijk. Naar Parijs voorbeeld. Ik denk dat het naar Parijs is. Maar het is gemaakt denk ik rond 1900. Na antiek voorbeeld. De commerciële waarde, ja. 150. Ja, 150, 200 euro. Als dit gebruikt werd, moest dat geëikt worden. Dus dan werd de maat even nagemeten. En dat deden ze, zo'n eikbijs had een kist bij zich. En die had voor elke maat, want dit is een serie van 8 geweest. Van de 2 liter tot zo'n kleintje de centiliter. Die werd dan vaak gebruikt voor brandewijn of jenever. En die grotere maten voor bier of voor wijn. En die worden elk jaar geëikt. Werden ze vol met water gedaan en dan had de eikmeester exact een glaasje met een koperen knopje erop. Dat zette hij erop, dan liep het restant van het water eruit wat het gewicht niet kon dragen en dan had hij precies de eik. Maar nu even naar de eikletters, die is niet uit de tijd. Bijna 1880 is hij voor het eerst geëikt. En hij is doorgeëikt tot 1955-1956. En toen werd de zaak gesloten. Ja, zie je, dat is dus gewoon dit recht. 1880. 1880. Tot 1955-1956. Ja, nou, heel leuk. En hier staat dus RVDV en zoon. Dat is Roepen van der Voort en zoon S. Bos den Bos. Deze maat in een perfecte staat. Die is altijd nog op dit moment waard een 175 tot 200 euro. Aan de stijl te zien, het gehamer, dat is typisch iets van de Art Deco-periode, maar nog later. En daar zijn wel verzamelaars van deze objecten. Ik denk dat zo'n kan ongeveer doet een 75 euro, zo'n pul 25 euro en zo'n kantaartje ook een 25 euro. Ja, het staat aan de wieg van het verzamelgebied. Ik zal hem maar even laten zien waar het. Een Turkse koffiemolen. Ja, Turks. En dat was heel ingenieus gemaakt eigenlijk, omdat die draaier, om die daar. Die kon je er dus inderdaad op inzetten. Turkije, maar niet zo oud hoor. Dit is eerste helft 20ste eeuw. 1900-1950. Ze zijn ouder hoor. Maar het is, dit klopt, die 1941, net wat je zei, het is de eerste helft. Je kunt het schuiven. Ja, je kon het draaien, maar dat zit nu vast. Je kunt het dicht draaien. Je kunt het dicht draaien, ja. Maar het is echt souvenirgoed uit het begin van de vorige eeuw. Het lijkt wel een beetje kevelaar, maar dat durf ik niet te zeggen.
Maar het begin voor jou. Souvenir goed. Oké. Ik denk ongeveer een 45 tot 50 euro. Maar ja, erfstukje, onbetaalbaar. Ja,